Afgelopen week was je van het Interland voetbal naar het zonnige Curaçao voor 2 wedstrijden. Wat is nou het grootste verschil tussen een wedstrijd met Curaçao of met FC Eindhoven? Ja, je merkt wel dat met Eindhoven, je team, ja, je bent gewoon goed op elkaar ingespeeld. Je weet wie wat wil, of die nou een bal aan de voet of weet je wel, die kent de spelers goed. En bij Curaçao is het altijd nog even wennen als je weer daar komt. Ook wie er voor je staat of met wie je gaat spelen, omdat elke keer het team weer anders is. Dus ja, het is altijd gewoon wennen in welk team je speelt. Ja, en doet het weer dan ook nog iets, de temperatuur? Maar ja, ligt aan hoe laat je speelt. Terwijl de vorige trip moest om 5 uur in de middag. En dan staat die zon nog wel echt hoog. Dus dan voel je het wel. Alleen afgelopen periode moesten we 2 keer om 8 uur. Dus dan was het gewoon lekker weer. Ja, je speelt bij Curaçao samen met Nino. Hoe is het om met z'n tweeën naar Curaçao te gaan? Ja, wel leuk. Ja, je kent al veel mensen. Alleen ik denk voor Nino voor de eerste keer dat ik erbij was, was ook wel fijn. Dat je altijd al iemand hebt om vragen te stellen of om mee om te gaan. Voor de interlandperiode speelde je thuis tegen 2 Limburgse ploegen. Tegen Venlo en Roda. Tegen de een speel je gelijk, tegen de ander verlies je. Hoe kijk je dan terug op deze wedstrijden en kun je uitleggen waarom het resultaat zo uiteenloopt? Ja, daar kijk ik toch wel met een wrange nasmaak op terug. Omdat we daarin uiteindelijk te weinig punten hebben gepakt, vind ik. Dat zit natuurlijk vooral in de wedstrijd tegen Roda. En dat is wel heel dubbelop, omdat we daarin ook wel wat credits hebben gekregen van uit verschillende hoeken, zowel van binnen de club als ook van mensen buiten de club. Ja, voor de positieve manier van spelen. Alleen, ja, het moeilijke is natuurlijk dat je dat soort dingen niet terugziet op de ranglijst. En je krijgt daar geen punten voor. Een beetje jammer eigenlijk. Dat niet gehoeven. Ik denk dat we er meer uit konden halen. Alleen soms heb je goede wedstrijden en soms minder. Dit was dan net een mindere wedstrijd. Dus hoop dat we het morgen dan gewoon kunnen oppakken. En met 3 punten daar weg kunnen gaan. De laatste tijd heb je meer kansen gekregen. Hoe vind je dat je daarmee op bent gegaan? Ik denk al goed. Nu rechtsback, voorheen dan linksback. Alleen ik vind dat ik op allebei de posities wel gewoon goed uit de voeten kan. En ook hoe de trainer mij gebruikt, vooral veel aanvallend, dat ik in mijn sterke punten kan komen, bevalt me eigenlijk wel. Dan direct daarna heb je dan een interlandperiode gehad, waarin je ook belangrijke spelers mist. Hoe ga jij daarmee om, zo'n periode? Nou ja, je hebt echt geen keuze. Kijk, die jongens komen, zeker sommigen, die komen laat terug. Hè. Zoals vandaag zijn bijvoorbeeld pas Nino, Justin en Maka weer aangesloten. Maar ja, daar verander je niks aan. Daar hebben andere clubs soms ook mee te maken. Dus het heeft ook niet zo heel veel zin om daar heel lang over door te emmeren. Dat is gewoon nu eenmaal hoe het is. En wat wij hebben gedaan is geprobeerd om toch een oefenwedstrijd te spelen. Of dat hebben we ook gedaan. We hebben ook gewoon wel 2 keer onze fysieke prikkels uitgedeeld aan de spelers. En in die tussentijd ook nog een paar dagen rust gegeven om ook even wat te kunnen ontspannen. Ja, en zo hoop je eigenlijk toch, zeg maar, de combinatie van fitheid en ook frisheid, ja, toch allebei te beïnvloeden. Ja, zodat je daarin nu weer gewoon fris in de start kan gaan staan. Ja, met gewoon een hele goede, mooie testkist ook tegen Groningen uit. Ja, morgen tegen Groningen. Overal in de komende 2 weken speel je 4 wedstrijden. Waarvan tegen 3 eredivisie-degradanten. Hoe blik je dan vooruit op zo'n druk schema en in het bijzonder tegen tegenstanders van dit kaliber? Ja, eigenlijk op een hele goede manier. Omdat ik denk dat dit juist hele mooie wedstrijden zijn voor ons. Omdat, wat ik net al zei, we hebben een jonge groep. Voor die groep is het ook heel mooi dat ze in grote stadions kunnen spelen tegen goede tegenstanders. We wisten allemaal dat toen deze competitie ging beginnen, dat er, als je de ambitie hebt om in de play-offs terecht te komen, wat wij stiekem natuurlijk toch ook hopen, dat je dan moet afrekenen met dit soort tegenstanders. Dat is niet makkelijk, maar dat is wel een hele mooie uitdaging. En die uitdagingen die gaan nu komen, komende weken. En daarom ben je ook sportman geworden, denk ik. Om dat soort uitdagingen aan te gaan. Dus ik zie dat eigenlijk vooral heel erg positief tegemoet. En ja, goed, dat zullen geen makkelijke wedstrijden worden. Dat lijkt me logisch. Van de andere kant geven de wedstrijden in de afgelopen periode tegen onder andere Roda, tegen Willem II thuis, tegen NAC. Ja, daarin hebben we ook laten zien dat we degradanten van de afgelopen jaren het heel erg moeilijk kunnen maken. Dus ja, we hopen natuurlijk dat dat in de komende weken ook weer het geval gaat zijn. Ja, het is een grote club, alleen het blijkt dat zij ook het lastig kunnen hebben. En wij hopen dan daar gebruik van te kunnen maken. Dus we gaan er wel met veel vertrouwen heen.